dat er zoveel mensen op de been komen voor zo'n evenement? Kijk hoeveel mensen, joh. Zo. Sowieso om gewoon het onderwijs betaalbaar te houden voor iedereen. Lijkt me slim als het collegegeld omhoog gaat krikken. Dan is er voor sommige mensen geen mogelijkheid meer om te studeren. Maar dat zijn echt heel veel mensen dit jaar. Ja. En het raakt heel veel mensen zo te zien. Dus ja, goed dat het gebeurt. Fijn. Ja. Goed hoor, vind ik goed hè. Oké. Okay. Ja, heel goed. Okay. Heel goed wat jullie doen. Uh-huh. Prima wat jullie doen allemaal. Kom maar van jullie weg. Heel goed hè. Het Comité SOS is een groep van ongebonden studenten. Is, buiten een politieke organisatie om eigenlijk. Die gewoon bezorgd zijn over hoe het eraan toe gaat in het onderwijs in Nederland. En die ook wijzen op dat dit al 30 jaar aan de gang is. Dat al 30 jaar steeds minder wordt geïnvesteerd op universiteiten. En dit terwijl elke regering zegt dat ze steeds meer studenten willen. Dus ze spreken zichzelf tegen en daar willen wij heel graag op wijzen. En dat er gewoon meer geld moet naar het onderwijs. Volgens ons is uiteindelijk onderwijs ook een recht en zou iedereen dat moeten kunnen, of je nou rijk is of arm. En ja, we staan hier vandaag om een geluid te laten horen tegen de bezuinigingen die vanuit Den Haag komen. Deze bezuinigingen komen erop neer dat mensen die master willen doen geen studiefinanciering meer krijgen. Dat is natuurlijk niks anders dan een belasting op ambitie. Daar zijn we dus tegen. Daarnaast willen ze het collegegeld met €3000 verhogen voor iedereen die meer dan een jaar studievertraging heeft. Dit komt erop neer dat mensen die bijvoorbeeld een handicap hebben of maatschappelijk actief zijn, dat die daarvoor worden gestraft. Daarnaast is het zo dat mensen die meer dan genoeg geld hebben natuurlijk op oude voet kunnen doorgaan, terwijl mensen die geen geld hebben of vrij weinig geld hebben, zich zullen afvragen of ze een studie wel kunnen afmaken zo. Want ze zijn met een ander idee begonnen te studeren dan er komen nieuwe regels aan, dus het is een beetje raar allemaal. Daarna zijn er ook lokaal dingen aan de hand. Op de faculteit van de maatschappij en gedragswetenschappen is er opeens een tekort van 3 miljoen. Dit komt door een nieuw rekenmodel dat is ingevoerd. En daarnaast zijn heel veel technische redenen. Maar waar op neer zou gaan komen is dat ons onderwijs hier zwaar onder gaat lijden. We worden minder werkgroepen krijgen, de werkgroepen groter worden. Onze docenten harder moeten werken voor hetzelfde geld. En het is nog allemaal heel scheef, omdat tegelijkertijd de Universiteit van Amsterdam heel erg druk bezig is met het uitbreiden van het Roeters Eilandcomplex. En dit gaat 150 miljoen kosten. En daarvoor kan bijvoorbeeld de faculteit van Maatschappij en Gedragswetenschappen niet hun reserve aanspreken van 6 miljoen. Dus er is wel geld, alleen daar willen ze niet aankomen of daar mogen ze niet aankomen. Dus daar zijn we ook tegen actief en daar zullen we volgende week vrijdag een demonstratie hebben. Er zijn inderdaad meer acties gepland. Op nationaal niveau tegen de bezuinigingen uit Den Haag is er eind januari een demonstratie. Volgens mij op het Malieveld. Het is nog niet duidelijk precies wanneer dit zal zijn, omdat ook nog niet duidelijk is wanneer het in de Kamer besproken gaat worden. Het plan van al deze bezuinigingen. Dus daar is het een beetje afwachten op, maar er komen inderdaad meer acties aan die hopelijk ook veel groter zullen zijn. Op lokaal gebied gaan de acties ook door. Zo hebben wij volgende week vrijdag een demonstratie tegen de bezuinigingen op onze faculteit. En daarnaast zijn ook studieverenigingen bezig met kijken naar of ze actie moeten voeren. De studieverenigingen zijn vooral eerst gericht op onderhandelen. Vandaar dat ze niet zo snel naar de straat gaan. Maar op het moment dat duidelijk wordt dat er echt bezuinigd gaat worden, gaan zij ook wel de straat op. Ja, inderdaad, scholieren en ouders zouden hier veel meer bij moeten zijn. Ik weet wel dat in het verleden is geprobeerd om scholieren hierbij te betrekken. Omdat zij natuurlijk, als zij later naar de universiteit willen, met al deze problemen ook te maken gaan krijgen. Er wordt naar gekeken, alleen het is inderdaad nog niet echt gelukt om die erbij te betrekken. Dat is een beetje jammer. Persoonlijk zou ik het heel goed vinden als iedereen die getroffen wordt door de bezuinigingen samen zal optrekken. En persoonlijk sta ik me daar heel erg voor in. Het is alleen zo dat Comité SOS een groep is die zich toespitst op het onderwijs. En die daarom niet snel, onder haar naam in ieder geval, zich zal verbinden met andere strijden tegen bezuinigingen. Maar er zijn wel heel veel kruisverbanden op persoonlijk niveau. En die proberen ook heel erg te versterken.
dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen. Dat ik blij ben dat ze de straat op gaan en ik ben blij dat ze tegen het beleid protesteren. Vind jij dat zij kunnen iets bereiken in deze manier? Hoop ik wel natuurlijk. Hè. Ja. Waarom vind jij het belangrijk? Ik vind het van harte. 30 jaar geleden liep ik ook op straat. Aha. Tegen de eerste collegegeldverhogingen die er toen waren. Ja, het is niet gelukt, maar ik denk dat het wel belangrijk is om het te blijven doen. Het is belangrijk dat iedereen kan studeren. En zo ver mogelijk en zo lang mogelijk. En dat hij kan doen wat hij wil. En wat hij kan. Daar komt het op neer. Succes! Ja.